leren, hè? Maar niet het volgende. Ik zal even de waterketel pakken. Wat is muzikus anders dan een muzikant? Oh, er is eigenlijk niet zo'n groot verschil. Je zou het zo kunnen zeggen, de term muzikus is misschien iets een veredelde term van iemand die dus muziek voor zijn professie heeft gekozen. Een muzikant, nou, kan je eigenlijk wel eens gebruiken als een erenaam. Hè? Ze zeggen wel eens, het is echt een muzikant, dat is het tegen waar de muziek van afdruipt, die niet anders kan dan muziek maken. Zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Bent u dat? Nou, ik dacht het eigenlijk wel, ja. Want als ik eenmaal vaak achter het orgel zit en het naspel is begonnen en je hebt je goede en je minder goede dag, maar je hebt je goede dag en je gaat aan het spelen, dan voel je ja, dat er ook geluisterd blijft worden of schoon eigenlijk de kerk uitgaat. En ja, dan denk je op zo'n moment dat je ja, de muziek ook wel wat uitstraalt. Hoe zou u uzelf daarin omschrijven? Als wat voor een functie of wat voor rol ziet u uzelf daarin? In de muziek, ja. Nou kijk, het begint dus, dan ga je als jongen van 2, 3 turven hoog aan de piano met 2 vingers horen dat tertjes zo mooi achter elkaar klinken. En dan word je daardoor al geboeid. Thuis staat de piano, dus je begint piano, je mag pianoles hebben. In de kerk staat een orgel en Brempel als de organist die niet kan. Dan zegt je vader, die zelf die agent is van de kerk, dan moet jij toch maar even het stukje spelen. Maar ja, ik wist toch zeker dat ik het eerst in de kerkmuziek wou zoeken en daarna iets wilde ontplooien. En ik moet zeggen dat ik dat mijn ouders zich niet ongerust hebben hoeven maken, want ik heb nog alles, ik mag rustig zeggen, wat geluk gehad. Ja. Zoals ik dan zelf ook zeg, een beetje hulp van bovenaf om het allemaal te kunnen doen. En ik was nogal ziek, ik was niet. Maar ik ben er altijd overheen kunnen komen en ik ben blij dat ik dit al die jaren mogen doen. En de tijd die me nog gegeven is om me nog hier in Alkmaar te wijden aan de muziek in de kerken. Ik ben hier ook organist met de gedetineerden in Schutterswijk om daarmee samen te zingen in de diensten. Ik vertelde al dat ik bij het Volendamse Jongenskoor zit. En hier maak ik nog wel eens wat muziek. Ik arrangeer wat voor koren, dat ze iets meer stemmig kunnen zingen. Dat is meer de creatieve werkzaamheden, want die heb ik in de loop van de tijd ook via composities ook nog alles naar voren kunnen brengen. Ik geef één voorbeeld. In 1990 was hier een wereldcongres van allerlei jongenskoren. Ik was dan zelf verbonden als adviseur en organist in Volendam. Je ziet hier ook de Van Poeveri Cantores heet dat. Dat is een organisatie die wereldomvattend is. En toen het congres in Nederland was, kreeg ik de vereerende opdracht om daarvoor de muziek te schrijven. Tenminste. Die werd toen door 8000 kinderen in MEC, dat grote gebouw in Maastricht, gezongen. Want er was geen kerk in Nederland waar dat kon geschieden. En dat heeft natuurlijk altijd nog altijd is bijgebleven. En ik hoor nog wel eens achteraf via de organisatie dat ze ook gescheiden als koren deze mis nog steeds zingen, of het nou is in Rusland of in Brazilië, waar al die aangesloten koren zitten. Dat is weer een leuke gedachte natuurlijk. Hè? Thank you.
kan het ook zo zijn dat er bepaalde muziekstukken of vormen in uw herinnering symbool staan voor een bepaalde periode in uw leven? Heeft u bijvoorbeeld een Griek periode of een Bach periode? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Bijvoorbeeld Chopin heb ik een tijd gehad, de typische pianomuziek, toen ik veel meer piano nog speelde. En wanneer was dat? Nou, dat was eigenlijk tegen de middelbare schooltijd. Dat ik daar nog wel eens op die avonden wat Chopin speelde. Maar toen langzamerhand werd ik naar het orgel getrokken en dat is natuurlijk verder gaan zich gaan ontwikkelen tijdens mijn studie. Na de gymnasiumtijd, vlak na de oorlog, op de kerkmuziekschool. Hè. Daar stonden verschillende orgels. Het was een internaat, dus je speelde bij wijze dag en nacht. Hè. En ik heb altijd nog contact met mijn studiegenoten. Volgende week weer opnieuw, na 55 jaar. Dat was natuurlijk een hele boeiende periode uit het leven. En daar is toen vooral bij mij eigenlijk de richting van het orgel heeft zich verder ontwikkeld. Zo moet je dat eigenlijk zien. Schumann, hè, muziek uit de romantische periode. Bent u romantisch? Ben ik romantisch? Ach, je moet het zo zien. Romantiek is natuurlijk een periode uit de stijlen van de kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder. En de muziek uit de romantische tijd, die spreekt natuurlijk door het gevoel. En dat doet eigenlijk alle muziek. Hè? Alle muziek spreekt door het gevoel. Maar de romantische muziek heeft dan als bepaalde eigenschap dat bijvoorbeeld door middel van tempo, versnellingen en vertragingen, weet je wel. Of dat je bijvoorbeeld veel harder en zachter, overgangsdynamiek heet dat met de deftige term, gaat gebruiken. Maar eigenlijk moet je in alle muziek zorgen dat het gevoel dat de muziek overbrengt, dat ook steeds niet afwezig is. Hè? Er is geen enkele muziek die strak metronomisch is. Als je dan op zo'n metronoom, hè, ik heb hier zo'n metronoom, dat is zo'n instrument, waarmee je dus met een geëikte schaal kan precies horen hoe vlug het moet gaan. Als ik de schaal bijvoorbeeld op 60 zet, dan gaat hij dus 1 seconde. En dat is als oefenmiddel natuurlijk geweldig, maar ik zal nooit van mijn leven in staat zijn om 1 stuk zo te spelen met die metronoom erbij. Dus je zou eigenlijk zo kunnen zeggen, muziek moet steeds tot het gevoel spreken en de periode van romantiek die kwadrateert dat dan nog eens. Hè. Zo zou je dat een beetje kunnen omschrijven. U gaf dus les op het conservatorium? Ja. Wat voor docent was u? Wat voor docent? Nou, laten we meteen maar zeggen, kijk, ik kom nu uit het onderwijsmilieu van vroegere tijd. Nou, ik zei straks al dat ik dus ook wel voelde dat je de muziek toch ook wel met onderwijs wilde combineren. En ik heb daar dus in de laatste kwart van de vorige eeuw daar les gegeven, toen natuurlijk de verhoudingen binnen het onderwijs nog wel anders lagen. In dat punt was ik natuurlijk wel wat conservatief. En dat was, van tijd tot tijd gaf het nog wel eens een enkele botsing met studenten. Maar het aardige is dat als ik nu nog vaak studenten ontmoet, waar het is, al is het in de supermarkt of zo, dat ze altijd even een praatje maken. En dat ze dan altijd nog wel eens even zeggen, ja, het was wel zelfs wat streng, maar we hebben het toch eigenlijk wel goed geleerd. Dus dat was dan maar het antwoord op de vraag wat voor type docent ik geweest zou zijn. Hè? Want in een interview moet je natuurlijk praten over de dingen die gevraagd worden. Ja. Voor mij is dus de kerk heel belangrijk. Ja. De katholicisme, hoe is dat zo absoluut gekomen? Ja. Wij zeggen dat ik zelf ook het liefste mijn geloof, hè, in de eeuwige, de ondoenbare, hè, die echter, want daarom hebben wij nog steeds onze jaartelling, hè, toen Christus zijn zoon gekomen is, dat je dus zegt, ja, daar geloof ik in met heel mijn hart. En ik beleid dat het liefste binnen de katholieke kerk, hè, omdat de liturgie, de kerkmuziek mij daar goed ligt. Maar ik zou het erg graag als een verwijding willen zien, een verbreding van het geheel, dat veel mensen wat leeft en die dat niet zozeer door kerkbezoek gaan uiten, maar toch zeer waardevol zijn
en ook op zichzelf beslist een geloof aannemen. Hè. Dus dat je eigenlijk veel meer in de breedte zou kunnen werken. We noemen het de spiritualiteit, hè. Dus de beginsel van waar leef je voor? Hè. Wat heeft het leven voor zin? Wat heeft het voor betekenis? Waar ga je voor? Hè? En overal waar dat onbaatzuchtig wordt gedaan, hè, en waar belangeloos wordt gehandeld, hè, en ook veel oordeelloos wordt beleefd, hè, dat je zegt dat je niet direct maar overal een oordeel over geeft en die dit en alles in kastjes zet. Hè, en dat je direct de moraal als het allervoornaamste ziet. Ik denk dat de moraal op het ogenblik, evengoed als het dogma, wat meer iets in de richting van die periferie gaat, dat ervoor in de plaats komt. Dus de wijze van leven, de spiritualiteit, de interpretatie van de geboden die gegeven zijn. Dus een verschuiving eigenlijk in het beleiden van. Dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. En ik weet dat dat wel een beetje een gevoelig onderwerp is. Maar dat wil niet zeggen dat bepaalde leerstellingen veranderen. Maar dat de interpretatie daarvan voor de mens van deze tijd anders, wat breder wordt gezien. Dat het meer ook aan de mens wordt overgelaten om de wereld in handen te hebben. Er staat toch in de 8e psalm staat toch ook, je hebt hem weinig minder dan een God gemaakt en met glorie en luister gekroond. Dat betekent, je hebt hem het werk in je handen doen beheren. Dus dat betekent toch wel wat. Dat moet je niet zomaar even bidden of zingen, maar dan moet je er ook een betekenis aan hechten. En dan zie je dat dat al een verschil is met vroeger. En dat je op die manier ook best in een huidige leefstijl, niet dat je met allerlei vormen meegaat die gekomen zijn, maar dat je in een huidige leeftijd toch kan wonen en toch ook je plaats kan hebben. Ja, absoluut. We zijn aangekomen in de Don Bosco kerk. U heeft hier 40 jaar achter het orgel gezeten. Ja. Mag ik vragen, hoe bent u hier gekomen? Hoe bent u hier terecht gekomen? Het kwam eigenlijk omdat de bouwer van dit orgel, dat was dus Jan Vermeulen, in de plaats waar ik vroeger werkte ook orgels had neergezet. En toen het voor mij tijd werd om eens van functie te veranderen, dat kan zo zijn in de loop van het leven, dat bepaalde dingen en zeggen, ja, dit heb ik nog een tijd gehad, maar ik ben nog jong genoeg om eens wat verder te kijken. Ook al omdat hier in de toekomst een conservatorium zou worden opgericht, wat natuurlijk ook, dus buitenkerkelijk gesproken, voor mij aanlokkelijk zou kunnen zijn. Dat is dus eigenlijk het verbindingspunt geweest dat ik hier toen mijn koffer uit Bloemendaal gepakt heb en dat ik hier naartoe ben gekomen, omdat hier toen een vacature was voor organist in deze kerk en ik wist dat dit orgel wel bijzondere kwaliteiten had, want de heer Vermeulen was hier zelf in het kerkbestuur. Ze kunnen zich ook voorstellen dat hij zich in zijn eigen kerk ook zeer bijzonder heeft bezig gehouden met een mooi instrument. De heer Vermeulen was dus orgelbouwer? Ja, was orgelbouwer, ja. Die heeft dus dit orgel gebouwd. We noemen dat de zogenaamde elektrische tactuur. Het is natuurlijk een groot verschil met die mechanische orgels zoals die hier in de grote kerk staan. Hè. Alles loopt hier vanaf deze, dat we noemen dit de speeltafel. Loopt hier via een dikke buis die hier ligt, onderzijde. En dan moet je je voorstellen dat daar dus duizenden draadjes in zitten. En dat langs elektromagnetische weg, dus de toegang tot de pijpen, geopend wordt. Dat dus als je een toets indrukt of een register gebruikt, dat dan zo'n toon gaat klinken. En dat kan natuurlijk van iedere toon apart. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, als ik nou het register dat hier voorop staat speel, dan hoor je dus. Dat is de voornaamste klank van het orgel, dat noemen ze de prestant. Hè? Maar dit is bijvoorbeeld de mooie fluitachtig register. En dit doet weer iets meer denken aan in de richting van een strijkinstrument. Dan heb je ook pijpen waar dus de lucht niet in trilt, maar je hebt pijpen waar zo'n klein tongetje zit. En zo'n tongetje, je zou het kunnen vergelijken met een mondharmonica, die maken dan
een klank, zoals bijvoorbeeld een hobo klinkt in een orkest. En een sterkere klank, zoals deze. Zo heb je dus al een heleboel varianten in de klank. Hè. Je kan ze natuurlijk combineren en dan krijg je natuurlijk, ik zal dadelijk wel even een klein stukje uit de orgelliteratuur spelen. Dan kun je natuurlijk kijken hoe dus die klank vanuit zacht tot een hele sterkere klank kan komen. Als u net zo'n stukje speelt, hè, dan doet u echt even uw ogen dicht. Wat, waarom doet u dat? Ik denk omdat ik het register laat horen met, dan ga ik niet onmiddellijk een stuk spelen, maar ik speel dus gewoon iets, wat noem je, improviseren noem je dat. Hè? Dat je gewoon een akkoordverbinding, een klein stukje melodie met een harmonische achtergrond, dat je dat improviseert. En ik denk het, ik ben het mezelf vaak niet bewust, dat ik dan even ogen dicht doe om me te concentreren op de muziek die ik op dat ogenblik fantaseer, improviseer. Hè? En op die manier eigenlijk even het gezichtsvermogen uitschakel om de klank nog beter tot me door te laten komen. Ja. Zo zou je het kunnen zien. Even naar binnen luisteren. Ja, ja. Innerlijk horen is er ook al mee te maken. En u heeft hier dus orgel gespeeld, maar op een gegeven moment bent u ook gaan dirigeren. Ja, toen kwam er een vacature voor dirigent die niet meer vervuld werd. En dat was net het jaar dat ik aan het conservatorium met pensioen ging. Dus ik kreeg wat meer tijd. En aangezien ik dat in Bloemendaal vroeger ook gedaan heb, die combinatiefunctie. Was hier niet zo gewoon. In het begin vond men dat wel wat vreemd. Maar u moet niet vergeten, het orgel heeft namelijk ook een pedaal. En dat is heel anders dan bij een piano. Als je dus hier een pedaal doet, dan kun je daar gewoon zien dat hier ook, net zoals zwarte en witte toetsen van een klavier, op het pedaal ook toetsen zijn. Mm-hmm. Lage tonen. Mm-hmm. En dan zijn dit de zwarte toetsen. Ja. En dan is het vaak zo dat wanneer ik dus tegelijkertijd co-dirigeer, dat ik dan vaak wat je anders zelfs met de linkerhand speelt, door het pedaal laat overnemen. En dan heb ik mijn linkerhand vrij om het koor te dirigeren. Ja. En na een klein beetje wennen doe ik dat nu alweer, hoe lang? Alweer ruim 14 jaar, ja. En tijdens uw jubileum, dat was in oktober. Oktober van het vorig jaar, ja. Zat de halve kerk vol met allemaal koorleden. Ja. Was het allemaal van het Don Bosco koor geweest of waren het verschillende koren? Nee, het waren verschillende koren van die verschillende kerken die dan samen één parochie vormen. Omdat ik in die andere kerken ook speel. Soms ook koor begeleid of diensten verzorg. Ik ben ook aan de Jozef van de Singel, heb ik enkele diensten. En och, ze kennen mij dan langzamerhand wel. En toen had het bestuur, die zoals ik al vertelde, daar echt een feest van maken had. En gezegd, moet je allemaal maar komen zingen. En dan een gezangen studeren die door mij gecomponeerd zijn. Toen hebben ze dus de Don Bosco commissie met z'n allen gezongen. En dat was natuurlijk erg mooi om mee te maken. Ja. Hoe kijkt u nou terug op zo'n periode van 40 jaar? Met wat voor gevoel? Dat ik het toch wel goed gedaan heb om eens te wisselen. Dus dat je niet je hele leven op één plaats zit. Waar je dan op sommige terreinen ook soms iets zegt. Ja, ik was toen ook verbonden aan die koorschool in Haarlem. En dat is op zichzelf wel mooi. Maar dat nam zoveel tijd in beslag dat je eigenlijk aan andere dingen minder toekwam. En die wilde ik altijd graag doen. Ik wou het graag zo houden dat je dus buiten de kerk voldoende tijd had voor opleiding van mensen, instrumentaal, orgel. Dus niet alleen lessen, maar van tijd tot tijd. Dus uitvoeringen ook, zelf als instrumentalist met grote koren. Ik heb vaak orgelpartijen vervuld bij koren hier, Alkmaar Sanatoriumvereniging, Bergen, etc. Dus dat je wat breder ook je instrumentale mogelijkheden kon laten uitwaaieren. En daarom koos ik dus weer voor een functie waarbij de kerk een deeltijdfunctie was. Ja. En ik moet zeggen dat ik dat hier met plezier gedaan heb. Ik heb ook mij wat kunnen aanpassen aan de sfeer die in bepaalde streken toch weer anders is. Het West-Friesland is weer anders dan het Kennemerland, om het zo te zeggen. Hè? Maar ik geloof dat dit mij toch wel goed bekomen is. Hoe is het anders? Zijn de mensen anders? Is de mentaliteit ja, anders? Ja, misschien dat hier iets enerzijds wat gemoedelijkheid, die je dus ook op het, laten we zeggen, in het agrarische land vindt. Hè? Zoals een gesprekje. Gauw eens hebben zo op straat ook, aanspreken en zo. Dat heb je natuurlijk in de andere omgeving weer wat minder, waarom dat gereserveerder is. Hè? Anderzijds heeft men hier ook bepaalde vormen, daar heeft men niet zo'n grote
laten we zeggen, behoefte aan. Zo. Het is een beetje van de vooruit bij jongens zo. En, het is gewoon een beetje Jan, Piet en Kees, zo, laten we het zo maar zeggen. En, zo, hè. En als je daar een beetje aan bent, oh nee, dan voel ik me hier best op mijn gemak. En heb ik genoeg relaties gekregen, ook in andere functies waar ik ook al over vertelde. Hè. En u heeft altijd heel veel met muziek gedaan en met de kerk. Heeft u nooit voor twee hele verschillende dingen, een priesterschap, heeft u daar nooit over nagedacht? En anders ook een gezin? Wellicht. Ja, het wordt hem wel eens vaker gevraagd. Nee, het priesterschap op zichzelf niet. Dat vraagt dus meer dan waar ik naartoe streefde. Ja, en een gezin. Ja, er is gewoon niet van gekomen. Hè? Voor mij is natuurlijk altijd, het weekend is heilig, dat moet gebeuren. En als ik dan contact met mijn klasgenoten heb, dan komen de echtgenoten ook mee. Nou ja, dan krijg je nog wel eens te horen zo van, ja maar... Papa was niet vaak bij het gezin hoor, zondags en dan konden we niet weg, want dan had hij nog een dienst en zulke dingen. En ja, dat is gewoon eigenlijk niet van gekomen. Ik denk dat ik dus de creatieve kracht die de mens heeft toch echt wel meer in mijn vak en ten dele ook in het sociale leven gelegd heb. Waardoor dus dit niet is gekomen. Maar ik heb daar geen spijt van. Nee. U doet zoveel. Ja. Zullen we misschien even iets van de orgel laten horen? Prima. Oké.